In deze aflevering van Dr. Cinema een vrouw die met haar blonde nonchalante lokken wekelijks op tv te zien is. Haar imago is stoer, rebels, een tikje brutaal, maar ze is toch eigenlijk ook heel charmant. En ze houdt van films. Is haar favoriete filmscène net zo happy als zij lijkt te zijn? Ik vraag het aan Sophie Hilbrand. Mijn favoriete filmscène komt uit Happiness, wat ik sowieso echt een van de beste films vind. En dat is de scène waarin Philip Seymour Hoffman, die is van de telefoonseks. Is een heel low-life mannetje. En gaat dan maar uit pure pech ook. Meisjes bellen en dan maar zitten rukken en dan spuit hij dat tegen de muur en dan plakt hij daar een kaart op. Nou ja, misschien is het ook gewoon omdat het een soort ballet van mensen is die allemaal een kant op zijn gegaan en allemaal op hun manier denken dat het wel het goede is wat ze doen. En vervolgens werkt het nog steeds niet. Het is een beetje de treurigheid van het leven zit erin. Is this Damien? Yeah. How you doing? Oh, fine. Trish told me you might be calling. Dus even is ze heel erg blij en dan blijkt dat ze weer... en ze is al de hele tijd slachtoffer van mensen die misbruik van haar maken. En ze roept het ook enorm over zich af. Heeft ze dus een hijger aan de telefoon. Her jeans, why? Are they tight? Not too tight, actually. They fit pretty good. But why do you want to know about... Not the jeans, underneath. What are you wearing underneath? Check. Underneath. Well, but Damien, underneath is just... This isn't Damien, is it? Are you all wet? Is your pussy all wet? Goed gespeeld, hè? Ik weet dat toen die film uitkwam, dat mensen deze scène ook echt helemaal dachten... Oh. Dat vind ik ook zo goed aan. Dat heel veel mensen zullen zeggen, wat is dat treurig, hè? Maar misschien doet de cameraman of het lichtman het ook wel. Of jij, of ik. Of jij. Of ik. Dat vind ik er dus leuk. Dat vind ik, ja... Maar hij is het ook gewoon overdag. Hij is buiten, zijn allemaal kindjes aan het spelen. Maar hij heeft ook niet de illusie om nog iets anders met zijn leven te gaan doen. Het is gewoon allemaal zo terug, dat hele appartementje. En hij heeft er niks aan gedaan. Het enige dat hij doet, thuis komt, is eenzaam zijn en gaan zitten rukken. Dat is de buurvrouw. En die heeft al de hele tijd een oogje op hem. Hey, what's up? Did you hear what happened to Pedro? Ze heeft het hier over Pedro. Ik geloof dat hij haar heeft geprobeerd aan te randen. En ze heeft hem doodgeknuppeld in haar vlek. Supposedly, his penis was missing. Ze heeft ook een beetje een seksueel probleem, want ze heeft zijn penis eraf geknipt. She is collecting money for the funeral. You know, if you feel like it. By the way, you know, I have an extra ticket to the playoffs. Ik denk dat zij hier nog denkt dat ze wel met hem een... min of meer platonische, toch liefdevolle relatie kan hebben. En wat ik ook mooi vind, is dat ze dat met een soort... het maakt me niet uit, oh, geeft niks allemaal, dat kan iedereen ook altijd zo goed. Ah, dat geeft allemaal helemaal niet. En dan vervolgens zo heel zielig. Verscheurd van binnen. Dat was het. Uncensored. Deze week in Dr. Cinema een echte filmliefhebber en veel gelezen schrijver van proza, poëzie en essays. Zijn vorig jaar verschenen bundel Transito werd overal lovend ontvangen en verraadde al enigszins welke film bij hem favoriet is. Welke scène heeft hij uitgekozen en waarom? Dr. Cinema vraagt het aan Joost Zwageman. Wie kan dit moment van lyriek in American Beauty weerstaan? Een dichter in de buitenwijk, zen in suburbia. Ricky's inzicht onderstreept het motto van American Beauty, look closer. Door zijn klare blik is Ricky een zeldzame figuur in speelfilms en romans die zich afspelen in de Amerikaanse buitenwijk. In American Beauty is Ricky veelzeggend genoeg degene die, samen met Jane, de buitenwijk zal ontvluchten. Met alle anderen die gevangen blijven in de fluwelen wurggreep van het smetteloze suburbia loopt het slecht af, maar met deze twee niet. Mom, I want you to meet somebody. Mom. Yes? I want you to meet somebody. This is Jane. Hi. Oh my. I apologize for the way things look around here. Mijn favoriete filmscène komt uit American Beauty. Het is een scène die je totaal niet verwacht in de film.
alles in de film American Beauty wordt erop toegesneden dat deze Ricky bij ons overkomt als een buitengewoon enge scholier van wie we denken dat hij iets naar Frans in de zin heeft. Als hij al niet iemand gaat vermoorden, dan staat hij op het punt om iemand te verkrachten. Althans, die hoek worden we ingedrukt als kijker. Hij loopt namelijk met een nogal chagrijnig gezicht en zelfs met een hele merkwaardige oogopslag alles en iedereen te filmen. En je vraagt je dus af wat deze jongen najaagt. Wat is er? Nothing. No, you're scared of me. No, I'm not. You want to see the most beautiful thing I've ever filmed? De wereld staat in brand, elke keer weer. En hij gaat uitleggen wat er nu zo mooi aan de wereld is. It's one of those days where it's a minute away from snowing. And there's this electricity in the air. Eigenlijk, de jongen ontdekt in zijn eentje, om het maar nu echt een onuitstaanbare opmerking te maken, in zijn eentje ontdekt hij een hele Kantiaanse filosofie. Er zit een heel leven achter de dingen. Hij ontdekt het ding aan zich, zou ik maar zeggen. It was just like a little kid begging me to play with it. For 15 minutes. Eigenlijk heel, heel mystiek ook, hè. Het zakje danste met hem mee, een soort bezield verband. De dingen hebben een ziel. Entire life behind things. Benevolent force. There's no reason to be afraid. Ik heb hem wel 8 of 9 of 10 keer gezien in elke keer deze scène. Ook laat op de avond in je eentje met een borrel op natuurlijk. Video's a poor excuse, I know. But it helps me remember. I need to remember. Zij is ook geweldig. Je begrijpt meteen, inderdaad, zij wordt nu verliefd op hem. Het is het finale moment. Beauty. In the world. Ja. Remco Kampen die zei ooit eens over zichzelf: ik ben een teer riet. Nou, dat is deze jongen dus ook. Dat is een teer riet. She's gonna cave in. Maar wat zo mooi is, is dus dat zij naar hem kijkt met een mengeling van herkenning, deernis, medelijden. En dat allemaal tezamen wordt dus die verliefdheid. Dat is erg goed.